Kabinet wil dit jaar algeheel vuurwerkverbod. Goedenavond. Het kabinet wil voor de komende jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod. Dat bevestigen bronnen aan onze Haagse redactie. Door het verbod wordt de druk op de ziekenhuizen verlicht. En dat is vanwege corona hard nodig. Slecht nieuws voor vuurwerkfanaten. Komende oud en nieuw zullen ze het even zonder dit alles moeten doen. Om de zorg te ontlasten, die het door de coronacrisis toch al zo moeilijk heeft, gaat komende jaarwisseling een algemeen vuurwerkverbod gelden. Zo maakt het kabinet later deze week bekend. En dan kun je dus niet veel meer afsteken dan een sterretje. Vuurwerk maakt elk jaar weer veel slachtoffers. Vorig jaar nog 1300, waarvan er bijna 400 op de spoedeisende hulp in het ziekenhuis belanden. GroenLinks en de Partij voor de Dieren riepen het kabinet daarom op dit jaar geen vuurwerk toe te staan. Ik ben blij dat dit vuurwerkverbod er nu komt. Want het is ontzettend noodzakelijk. Als we kijken hoeveel slachtoffers er ieder jaar vallen door het gebruik van vuurwerk. Dat kunnen we er nu niet bij hebben in deze coronacrisis. Dus een heel verstandig besluit. Misschien dat het dan volgend jaar wel weer kan. Ja, geen pijlen en knalvuurwerk tijdens oud en nieuw. Voor de een is dat balen, voor de ander een zegen. In Rotterdam wordt een vuurwerkverbod niet door iedereen toegejuicht. Ja, zoals zei, alle dingen zijn afgeschaft en je kan niet veel doen. Toch is er door corona ook veel begrip. Ja, ik vind het op zich wel oké als ze het eenmalig doen. Ik vind het op zich wel prima. Ja? Ja, ik heb zelf niet zoveel met vuurwerk afsteken, dus. We kunnen dit jaar toch niet echt heel goed vieren, dus. Het is toch al verpest. Ja. En nu, mevrouw? Ja, ik vind het ook volgend jaar maar gewoon lekker uitpakken. Maar de vuurwerkverkopers staan op hun achterste benen. Folders en flyers zijn gedrukt. Vuurwerk uit China al binnen of onderweg. En de zorg ontlasten met een verbod, daar geloven ze niets van. Vorig jaar hebben we tijdens het schaatsen een weekend 13.000 mensen zijn er op een gegeven moment bij de eerste hulp terechtgekomen. Gaan ze dan nu ook het schaatsen verbieden? Er zitten 5.000 mensen op de eerste hulp die fietsen. Gaan ze ook het fietsen verbieden? Je praat echt letterlijk over een half persoon per ziekenhuis. Hoe kunnen ze dan zeggen, ja, dat is absoluut niet zo, want we gaan het ziekenhuis ontlasten. Dat is gewoon absoluut niet waar. Ze misbruiken corona om op een gegeven moment de vuurwerkbranche nek om te draaien. Als het verbod doorgaat, hoopt de branche op een forse compensatie.